Dit is de Peugeot 3008 SUV. Een van de best verkochte auto's in het C-segment SUV's. En dat is best opmerkelijk, want Peugeot heeft eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring met het maken van SUV's. Ze hadden een jaar of 10 geleden een wat grotere SUV in het gamma, de 4007. Maar dat was eigenlijk een Mitsubishi Outlander met een andere neus erop geplakt. Een saillant detail is dat deze auto werd gebouwd bij Netcar in Nederland. Totdat de crisis kwam, toen kwam daar snel een einde aan, helaas. Een van de voordelen van een SUV is dat het een lekker ruime auto is. Op de achterbank van deze 3008 is lekker veel ruimte, dat laten we dadelijk even zien. Maar ook de kofferruimte is enorm groot. Ik had het net al even over de ruimte op de achterbank. Die is ideaal als ik achter mezelf ga zitten en ik ben bijna 1,80 meter lang. En dat is ook niet zo gek, want deze auto is bijna 4,5 meter lang. Je hebt erachter misschien al onze testcaravan van Actie Freelife zien staan. En het wordt tijd om deze aan te koppelen aan de 3008 SUV om te kijken hoe deze het als trekauto er vanaf brengt. Een van de bijzonderheden van deze Peugeot 308 SUV is dat je een heel klein stuurwiel hebt in het interieur. En het zit ook laag en de klokken, de instrumenten, zitten juist extra hoog. Dus zodat je over het stuurwiel naar de instrumenten kijkt in plaats van door dat stukje stuurwiel wat nog over is. Tussen de naaf en de bovenrand. Het is in het begin even wennen, dat moet ik toegeven, maar als je eenmaal een paar uurtjes met die auto gereden hebt, dan is het eigenlijk heel erg logisch en heel erg veilig, omdat de afstand tussen het wegdek en de meters eigenlijk kleiner is geworden dan het voorheen was. Een van de handigheidjes van deze Peugeot 3008 SUV is de elektrische handrem, die op een helling heel erg praktisch is. Je schakelt de handrem aan als je stilstaat op een helling, terwijl je het voetpedaal intrapt. Vervolgens kun je alles loslaten, de auto blijft keurig staan. Dan trap je de rem in en zet je hem in drive en je rijdt weg en de techniek doet de rest. Deze auto blijkt in de praktijk een prima caravan-trekker te zijn. En dat ondanks het feit dat er een relatief kleine benzinemotor aan boord is. Het is namelijk een 1,2 liter driecilindermotor met turbo. Maar die heeft wel 130 pk en een koppel van liefst 230 Nm bij reeds 1750 toeren. In combinatie met de 6-traps automaat is dat ideaal. Ik ben bijna een hele dag onderweg geweest met deze trekauto voor Actie Freelife en ik ben verrast door zijn kwaliteit. Het is normaal al een prettige auto om mee te rijden, maar opvallend genoeg heeft een caravan nauwelijks invloed op de rijkwaliteit. Je voelt een klein beetje dat een flinke caravan achterhangt, maar daar is ook echt alles mee gezegd. De stabiliteit is voortreffelijk, het bochtgedrag is uitstekend. Ik kan het zonder meer aanbevelen.